Coming out in slow decay. RTL Grand Prix, daar zijn we weer. Over een week is de eerste vrije training van de eerste wedstrijd van het seizoen alweer voorbij en weten we een beetje hoe de vlag ervoor staat. Deze uitzending staat geheel in het teken van een voorbeschouwing op dat nieuwe seizoen. Wie zijn de nieuwe coureurs? Wie zijn de nieuwe teams? En wat zijn de veranderingen aan de auto's voor het nieuwe seizoen? Onze pitreporter Rick Winkelman ging op onderzoek uit. 2001 was het Formule 1 jaar waarin Michael Schumacher zijn vierde wereldtitel pakte en Ferrari voor de 11e keer kampioen werd bij de constructeurs. Maar ook het jaar waarin Charles Alesi na 201 races afscheid nam van de Formule 1. Mieke Hakkinen zwaaide ook gedag, maar vertelde waarschijnlijk in 2003 weer terug te willen komen. Hij werd bij McLaren vervangen door zijn protégé Kimi Räikkönen. Juan Pablo Montoya had, met hulp van de Williams, een weergaloos debuutjaar. En de bandenoorlog tussen Michelin en Bridgestone kreeg in 2001 veel aandacht. Dat zal dit jaar alleen maar toenemen, nu McLaren is overgestapt van Bridgestone naar Michelin. 2002 betekent nieuwe rijders, nieuwe teams, allemaal op jacht naar titelverdedigers Ferrari en Michael Schumacher. Mieke Hakkinen zal, zoals gezegd, natuurlijk al een tijdje bekend, dit jaar vanaf de zijlijn toekijken. Dat zal even wennen zijn. Na 11 jaar Formule 1, 20 overwinningen en 2 wereldtitels, gaat Mieke het even wat rustiger aan doen. I'm the driver who's been racing Formula 1 for many, many years. And I've always been giving 100% for the racing in terms of everything, including marketing. Including testing, racing, whatever it concerns in my test drive work. To me, to continue to give it 100%, I need to have a break. Hakkinen neemt dus een sabbatical, al is het de vraag of hij sowieso nog wel een keer terugkeert in de Formule 1, als hij eenmaal gewend is aan het leven buiten de racerij. Terwijl de tweevoudige wereldkampioen zich dit jaar concentreert op zijn familie, vrouw Erja en zoon Hugo, maakt Kimi Räikkönen zijn debuut bij McLaren als teamgenoot van David Coulthard. De jonge Finn begon zijn Formule 1 carrière vorig jaar, nadat hij slechts 23 autoraces had gereden. Vandaar dat er veel twijfel was of Kimi wel rijp was voor de Formule 1. Het antwoord was ja. Räikkönen bleek snel en nog belangrijker bestand tegen de druk. Twijfels waren er niet over Juan Pablo Montoya. Van hem werd gelijk veel verwacht. Zijn agressieve rijstijl schudde de Formule 1 wereld wakker, inclusief Michael Schumacher. Betrouwbaarheidsproblemen, pech, Jos Verstappen en eigen fouten van Montoya brachten de Colombiaan in 2001 echter ook weer regelmatig in de problemen. Williams BMW kwam net zo weinig aan de finish als Jaguar en Minardi. In het WK constructeurs kon ze Ferrari absoluut niet bedreigen. Toch won Montoya een race, de Grand Prix van Italië, een briljante overwinning. Williams zal echter wel wat aan de betrouwbaarheid moeten doen, willen ze de strijd met Ferrari en McLaren echt aan kunnen gaan. De Franse bandenfabrikant Michelin keerde vorig seizoen na 18 jaar terug in de Formule 1. Ze leverden hun banden aan Williams, Jaguar, Benetton, Minardi en Prost. Het gevecht tussen Michelin en Bridgestone zorgde voor extra spanning, maar ook snellere rondetijden en zorgen over de veiligheid in de Formule 1 door de hogere snelheden in de bochten. Different when there's just one and it's a control tire, then you can keep controls on the speed and you know the grip of the tires. In this case, all the gloves are off and they are in there fighting like all the teams fight. Terwijl Michelin het vooral goed deed onder warme omstandigheden, had Bridgestone een voordeel als het wat koeler was, zoals bijvoorbeeld in Silverstone, waar in de kwalificatie Juan Pablo Montoya zich als snelste Michelin-man pas als 8e kwalificeerde. Tijdens de tropische storm in Maleisië werden de Michelin-regenband en hun intermediates tot op de limiet getest. En presteerden de Bridgestone-teams als beste. De combinatie van Ferrari en Bridgestone zorgde ervoor dat de Japanse bandenleverancier de Formule 1-bandenoorlog won.
McLaren besloot desondanks in zee te gaan met Michelin. McLaren en Michelin werkten al eerder samen, voor het laatst in 1984. McLaren won toen de wereldtitel bij de constructeurs en bij de coureurs met Niki Lauda. Waarom de overstap? It came as a result of a desire to have more technical depth in the relationship, higher levels of transparency on data. We expressed a very strong desire to Bridgestone to go in a different collaborative direction from when we went to Michelin. They had a very much more open mind, and we quickly came to a point where we felt a change was a good thing to do. McLaren dus op Michelin en Ferrari op de Bridgestones. De strijd tussen de twee topteams zal alleen maar grilliger worden. Begin december verzamelden de grootste helden van het autosportjaar 2001 zich in Monaco om op het FIA-gala hun prijs in ontvangst te nemen. Michael Schumacher kreeg de beker voor zijn Formule 1 wereldtitel. De Schot Richard Burns kreeg de prijs voor zijn wereldkampioenschap rallies. Niet lang daarna echter waren alle ogen weer gericht op 2002. Bijvoorbeeld op Toyota. Zij waren de eerste die een Formule 1 bolide model 2002 presenteerden. Als coureurs koos Toyota voor Alan McNish en Mika Salo. Salo reed vorig jaar geen Grand Prix om zich volledig op het testwerk voor Toyota te concentreren. Het jaar niet racen moet voor hem zwaar zijn geweest. The time has gone fast, but I've been waiting to race all the time and especially seeing on the TV. I didn't go to races and I just been watching it on the TV. And now it's very close and next race we're in, so I can't wait to get there. Toyota topman Over Andersen over de uitdagingen bij het opstarten van een Formule 1 team. The bigger challenge is to make all these new personnel to work together, to function, to pull in one direction. I think in a team that is existing, that is actually racing and working, there's so many things that happens automatically. But in our team, nothing happens automatically because everybody has to learn really how it is functioning. And for me, that is really now our big challenge for next year. Well, there's a two different goals for next year, and team's official goal is just to qualify and finish races. But that's not my personal target next year. And of course, mine to go in the races. I'm not happy just to be there. I want to do well. So mine is quite a bit harder than that. Alan McNish is vooral bekend als sportscar coureur. Wat verwacht hij van de Formule 1? It's my first year in Formula 1. I've got a lot of motorsport experience, but Formula 1 is Formula 1 and it's a little bit different. And so I've got to learn a few of the tracks, not very many, but a few of the circuits, and I've also got to learn about the business. And if I look back at the end of the year and think, yeah, I covered all the bases, I did everything that I could do, did my job 100%, then I think results will have already came from that. And I would say that's probably a goal that I can look to try and achieve. Terwijl de bestaande teams naar de Grand Prix van Japan niet meer mochten testen, ging Toyota daar vrolijk mee door. Het nieuwe Formule 1 team maakte daarmee geen vrienden. De anderen vonden het niet fair. Nogmaals, Over Andersen. First of all, it is very clear, the rules are very clear. We could test, we could still be testing now. But obviously there is no point in going testing only for testing. So I believe that the opinion of some of the teams was it should be fair and we can't test, so you should not be able to test. But they did, I don't know, 10, 15, 20 race seasons every year. They've been racing. Also this year we haven't. We've never raced. So I don't think that maybe that kind of discussion was very fair. Winnen of zelfs het podium lijkt voor Toyota ver weg. Wanneer is Andersen dan toch tevreden over 2002? When I see you at the end of next season, when we launch the car for 2003, and you will say, well, I think your first year you did quite a good job, then I'll be very happy.
Renault is terug. De Fransen kochten het team van Benetton om zo toegang te krijgen tot het wereldkampioenschap Formule 1. Vorig jaar werd gebruikt om de revolutionaire nieuwe motor uit te testen. Testrijder Fernando Alonso en de racers Jenson Button en Jarno Trulli lijken nu echt klaar voor de strijd om het podium. Hoe bracht Button de winter door en wat denkt Flavio Briatore van zijn rijders? Doing a lot of training actually, physical training. Sounds pretty boring, but yeah, been in Kenya for 8 days. Working hard on my fitness, a lot of CV work and also in Norway doing a lot of cross-country skiing, which I tell you is pretty tough. Jason is changing completely. I think so last year we done the right job to shake him a lot, and now he understand he have the talent and he's having now the patience to put the talent together. But the guy is very intelligent, he's very motivated, and he's a different guy, very mature. Jarno, we know, Jarno is very professional, he's very deep in the business, and he's good help for the technical people, because really after Schumacher we have no one driver give us some sensible indication. And now we truly, I'm sure, truly motivate all team. Well, I'm confident that I can do well with this team, because for the first time in my life I will join a top team, a constructor like Renault, which has already won in the past in Formula 1 and is back to win again. Beide rijders moeten wel uit elkaars vaarwater blijven. Vorig jaar lukte dat niet altijd. In Monza werd Trulli, toen nog bij Jordan, uit de race gereden door Button. Jarno, we've had an interesting relationship the last 2 years. We had a few coming togethers, but we're past that now, hopefully. And now we're getting on well, and I think we're going to be a good team. We're going to work well together, and I think he's a very good guy as well as a good driver, so it's good. Jensen is a nice guy, quick, he's very open, so I don't have any problem with him. Wat verwacht Renault-directeur Patrick Faure dit jaar van zijn team? Een plek in de subtop? Clearly top of the rest, yes. Especially at the end of the season. We must be at the top of the rest, clearly, on the last 4 or 5 races. De Franse racefans hadden deze winter niet alleen leuke momenten. Renault zorgde voor vrolijke gezichten, maar eind januari kwam het droevige nieuws dat Alain Prost zijn team moest terugtrekken uit het WK Formule 1. De Franse racelegende kocht in 1997 een Ligier. Het begin van Prost Grand Prix was redelijk. Daarna kwam het team al snel in de financiële problemen door het vertrek van grote sponsoren, problemen met de motoren en mensen van Peugeot en de hoge prijs die afgelopen jaar moest worden betaald aan Ferrari voor het gebruik mogen maken van hun motoren. Prost Grand Prix zakte steeds verder weg. Ondanks een aantal lichtpuntjes in 2001 was er geen ontkomen meer aan. Prost kreeg hier en daar nog wel wat steun, maar niet genoeg om zijn team in leven te houden. Door het faillissement van Prost Grand Prix kon Heinz-Harald Frentzen vertrekken naar Arrows en kwam Jos Verstappen met lege handen te staan. Die periode lijkt gelukkig alweer voorbij. Jos staat op het punt om een testcontract te tekenen met Sauber, het Zwitserse team wat vorig jaar zo sterk presteerde en vierde werd in het wereldkampioenschap voor de constructeurs. Het heeft er alle schijn van dat Sauber ook dit jaar weer goed gaat presteren. Hopelijk met hulp van Jos. Zoals die van Felipe Massa. De 20-jarige Braziliaan is bij Sauber de opvolger van Kimi Räikkönen. Hij heeft iets meer ervaring dan Räikkönen een jaar geleden om deze tijd. Is ook erg snel, maar lijkt nog wat wild. Takuma Sato won vorig jaar de Marlboro Masters of Formula 3 op Zandvoort. Dat was voor Eddie Jordan uiteindelijk het bewijs dat de Japaner erg snel is. Hij haalde Sato weg bij BAR en bracht hem onder in zijn team. Mark Webber is de eerste Australische Formule 1-coureur sinds David Brabham in 1994. Webber werd vroeger gemanaged door Minardi-eigenaar Paul Stoddart. De twee Australiërs kregen ruzie, die echter werd bijgelegd, waardoor Webber dit jaar bij Minardi rijdt. Alan McNish testte al in 1990 voor McLaren. De Schot leek op weg naar een mooie toekomst in de Formule 1, maar pas nu, 12 jaar later, heeft hij dat doel bereikt. Begin januari mochten de teams het circuit weer op. Dat gebeurde vooral in Spanje. Toyota heeft, zoals eerder gezegd, afgelopen winter langer doorgetest dan de andere teams. Wat vindt McLaren-topman Ron Dennis daarvan? A little disappointed that they, as they stepped over what I would consider to be the sort of ethical line, as it were. What's clear from their performance
however, is that they need all the help they can get, so maybe we should be not too worried about the fact that they're pushing the parameters of interpretation. En dan British American Racing. Wat gaat er gebeuren met BAR? Olivier Panis en Jacques Villeneuve. Een dag voor de presentatie van de nieuwe auto werd manager Greg Pollock aan de kant gezet. Tot groot ongenoegen van Jacques Villeneuve, vriend van Pollock, die ook manager is van de Canadese coureur. Greg Pollock is opgevolgd door Dave Richards, die ook nog de leiding heeft van de organisatie van het WK Rally. Volgens sommigen heeft Richards te weinig tijd voor BAR. Well, let's not prejudge it. Let's just say that, you know, I'm here to win. I know the team's here to win. I know the drivers are here to win. We just got to put that together as quickly as we can. Pas vandaag presenteerde Jordan op het Brusselse vliegveld Saventem de bolide voor het komende seizoen. Eddie Jordan gokt dit jaar op het jonge talent Takuma Sato en de ervaring van Giancarlo Fisichella. De Italiaan is van plek geruild met Jarno Trulli. Lachende gezichten bij Eddie Irvine en Pedro de la Rosa tijdens de presentatie van de Jaguar R3. Het plezier verdween echter snel toen bleek dat de wegligging van de nieuwste Jaguar niet goed is. Door problemen met de voorvleugel heeft de R3 moeite met het insturen van de bochten. Die problemen zouden zijn veroorzaakt doordat de gegevens die voortkwamen uit de windtunneltests verkeerd zijn geïnterpreteerd. Teambaas Niki Lauda zorgde voor wat aardige publiciteit door zelf een aantal rondjes te rijden. Maar wat toch eigenlijk meer opviel was dat ontwerper Steve Nichols nu al is vertrokken bij Jaguar. Slecht teken. Het Zwitserse Sauber hoopte de vierde plek in het WK-constructeurs te kunnen handhaven. Felipe Massa en Nick Heidfeld zijn de coureurs die dat moeten gaan doen. De Sauber C21 lijkt een prima auto. Heidfeld is erg goed, maar Massa misschien nog wat te wild. Misschien ligt daar de kans voor Jos Verstappen. En dan Arrows. Het doet toch zeer als je deze wagens ziet rijden in de wetenschap dat Jos Verstappen aan de kant is gezet en vervangen is door Heinz-Harald Frentzen. De Duitser eindigde vorig jaar bij Prost, terwijl hij het seizoen begonnen was bij Jordan. Enrique Bernoldi is bij Arrows gebleven. Minardi sloot een deal met Asiatech voor de motoren en wordt voor een groot gedeelte gefinancierd met geld uit Maleisië, het land van coureur Alex Jung. Mark Webber is degene die voor Minardi op weg moet naar top 10 klasseringen. En wie weet wat er gebeurt als op een mooie dag voor Minardi alles mee zit. Wellicht komen ze dan ooit een keer in de punten. Het is in ieder geval gegund. Een team dat zeker in de punten gaat eindigen is Williams, al schijnen ze wat problemen te hebben met de auto. Montoya verwacht desondanks een beter resultaat dan vorig jaar. I think it was a lot harder. It took me really a while to get in hands with the car and with the engineer to understand what I needed in the car to go quick. I think I got that more clear, and as the season went on, it was a lot easier to be competitive. I had a couple of races I could have won and I was quite unlucky, but I was very happy that I came in Monza. De teamleiding bij Williams zal wel moeten voorkomen dat hun coureurs Schumacher en Montoya water en vuur elkaar in de haren vliegen. I mean, we are both competitive, both quick, and we try to win races, but we realize at the same time that we need two cars in a moment working together to bring us into that position. And once we've reached that position, I'm sure we'll really, you know, try to go for it. Hoe wil Williams toch tegen Patrick Head Ferrari aanpakken? We've obviously got to produce a faster car, because certainly the opposition will be doing that. And we've also got to produce a car that's fast at all circuits. We were very quick at some last year and not so quick at others. So consistency and reliability are two of the main limitations that we had last year. So we've certainly worked hard on the factors of the car that will affect that. But also we've been working to produce a fast car as well. Ralf Schumacher over de beperkte tijd die de teams afgelopen winter kregen om te testen. Was dat een nadeel? I don't think it's really a problem for the big teams, for the top teams. It's more a problem for the smaller teams, which don't have the money now to test as much as we did, which don't have the diners really. So I think there's to be a new test rule anyway for this year to make it a bit more fair. But the only effect we can even have at top teams is that a lot of teams came out with their engines quite late. So we'll see how it is in Melbourne. It could be a funny race. De nieuwe McLaren lijkt op zijn voorganger. Alleen zitten er nu Michelin banden onder. McLaren hoopt dat de samenwerking met Williams, die ook op Michelin rijden, vruchten af gaat werpen. There's a history of understanding the
politics of working together between Ron and Frank Williams. So I think that means that that obviously goes down through the way the whole organisation is run. So I think that we can develop the tyres, hopefully, more quickly than Bridgestone can with Ferrari. Kimi Räikkönen leek geen moeite te hebben zich aan te passen aan McLaren. Hij was gelijk snel. Maakt Coulthard zich al zorgen? I think what's important is qualifying and race results. As far as I'm aware, there still isn't any points given for the Winter Championship. Clearly, David, to continue to be a championship contender, he has to beat the new kid on the block. And conversely, I think if Kimi is to continue to be perceived as the young pretender, someone who's going to be the next great driver, then he has to come forward and beat David. Al dus de managing director van McLaren. En wat denkt Kimi er zelf van? I'd just like to win one race at least and just score as many points as possible and try to do my best all the time. He settled in very well, he gives good feedback, the team likes him, he's a quick driver, very talented guy and I think he has great potential. David Coulthard is uiteraard positief gestemd over het komende seizoen. We know we can design a better car, we know we can have a more powerful engine. We believe we're on a quicker tire and I know I can race wheel to wheel with Michael, so we have all the ingredients. De concurrentie krijgt het echter opnieuw zeer zwaar met Michael Schumacher. De Duitser is nog steeds fanatiek en begon zelfs eerder met testen dan gepland. It was a long break we had this winter, a little bit too long and I simply needed a wheel in my hands and four wheels around. Maar is Ferrari klaar voor Melbourne volgende week? If the new car is, for whatever reason, not reliable, we can use the old car. But we don't think that will be the case. Dat gaat dus wel gebeuren. Ferrari start in Australië met een gemodificeerde versie van de oude wagen. Het ontwikkelen van de nieuwe auto kost meer tijd dan verwacht. I think it's going to be difficult to be even faster than we were in comparison to the other teams. But it will be actually very difficult to keep this kind of gap. Because as we are much closer to the optimum, the others have more room to improvement. De samenwerking tussen bandenfabrikant Bridgestone en Ferrari lijkt van cruciaal belang voor het succes van de scharlakenrode bolides. Tire development is a crucial point for this season and that's why we have been focused a lot on tire testing. That's why we have created a second test team with a new test driver like Luciano Burti, because we know that a lot will come from the partnership between Bridgestone and Ferrari. Wie worden volgens Jean Todt Ferrari's belangrijkste tegenstanders? Maybe you will see one new comer, but I think that the major competition will come from where it was last year. Het seizoen begint dus volgende week zondag 3 maart in Australië. Dan wordt het weer 17 races lang genieten. Laten we allemaal hopen dat we Jos Verstappen weer snel terugzien op de grid van de Formule 1 Grand Prix. Michael Schumacher is opnieuw de grote favoriet. Hij wil voor de 5e keer wereldkampioen worden, net als Juan Manuel Fangio. Wie stopt Michael? I don't know. That's a difficult question. David Coulthard. I wouldn't discount Rubens Barrichello. He's a very, very fast driver and he knows what level he's got to achieve. Well, that could be one of seven drivers, I think. The Michelin man. To beat them, it's going to be tough, but it is possible, but whether it is, yeah, I'm not sure. I would guess if anyone could do it, would be Montoya. One of the drivers at McLaren, who happens to be Scottish. I think so Michael deserved in the end to be equal to Fangio. It was different time in Fangio time and sure it's different, but he's the best. It's a question of whether there are any sort of jokers in the pack. If the Ferrari comes up with a good car, over 17 races, he's clever enough to know what to do to win another championship. Thank you.
zover RTL Grand Prix voor vandaag. Volgende week zijn we er weer, dezelfde tijd. Dan met Jan Lammers en het verslag van de vrije trainingen van de Grote Prijs van Australië. Zondag dan eindelijk weer die allereerste wedstrijd. Natuurlijk hebben we ook de pitpost. Onze gast daar is Alan McNish, de nieuwe rijder van het team van Toyota. Heb je vragen? Surf naar www.rtlgrandprix.nl. Stel je vraag, dan vraag ik het weer aan McNish. Wil je verder op de hoogte blijven? Ga dan naar RTL tekstpagina 320. Tot zover voor nu. Graag tot volgende week.